beginnen. Dapper dat jullie hier nog allemaal zijn, in dit hok zonder ramen en zonder lucht. Ik was waarschijnlijk al lang weggelopen, maar fijn. Naar het schijnt moet ik mezelf voorstellen. Ik ben Helene de Bruyne, ik schrijf, ik werk voor de radio, Clara, waar waarschijnlijk niemand van jullie naar luistert. Soms ook eens voor Radio 1, waar misschien wel iemand naar luistert. En uit een soort ziekelijke nieuwsgierigheid heb ik een tijd terug met Anaïs van Ertvelde ben ik een podcast over seksualiteit begonnen. En die is dan ook een boek geworden, Vuile Lakens. Omdat we er toch altijd over bezig waren en elkaar aan het bestoken waren met onderzoeken en andere dingen, dachten we, dit moeten we delen met de buitenwereld. En bij deze. Ik heb voor jullie een presentatie voorbereid, een PowerPoint. Terwijl ik maak eigenlijk nooit PowerPoints, want ik vind dat heel truttig en lelijk. Maar blijkbaar was dat hier vereist, dus dit is mijn PowerPoint-debuut. Geniet ervan. Sorry dat de kleuren... Sorry dat de kleuren zo tegenvallen, daarin had ik niets te kiezen. Want... Ja, ik ben eigenlijk ook gewoon van het principe dat jullie maar moeten luisteren en notities nemen, zoals 100 jaar geleden. Maar kijk, dit is iets makkelijker. Daar gaat ons boek en daar gaat onze podcast ook vaak over. Over hoe dat bepaalde clichés die de ronde doen over seksualiteit en lichamelijkheid zo hardnekkig zijn dat ze op den duur zelfs gaan bepalen hoe dat we ons in bed gaan gedragen. Eén zo'n cliché is bijvoorbeeld, een echte vent staat altijd paraat. Een eerste cliché dat ik wil behandelen is maagdelijkheid. Ik neem aan dat iedereen hier die al seksueel actief is zich nog wel herinnert wanneer die eerste keer dan was. Is er iemand die dat niet meer weet? Dat lijkt me wel interessant. Nee, niemand is zijn of haar ontmaagding vergeten. Nu, van dat overgangsmoment, die eerste keer seks, wordt in boeken of films of van die flauwe romantische comedies, wordt daar altijd een heel ding van gemaakt. Jullie kennen de scènes waarschijnlijk wel. Dat is altijd een zwaar beladen moment, een overgang, iets waardoor je een andere persoon zou moeten worden. Kortom, daar hangt een hele een mythologie rond. In de porno is het ook een heel subgenre. Moet vanavond thuis maar eens opzoeken, virgin porn. Het internet staat er echt vol mee. Die vrouwen, die actrices, zijn natuurlijk waarschijnlijk geen maagd meer. Maar dan bloed fijken ze door zo'n... Dat heb ik ook opgezocht. Je kan op internet zo'n soort zakjes met roodachtige verf kopen die dan kan inbrengen en die dan tijdens de penetratie opengaan. En blijkbaar is daar een publiek van liefhebbers voor. In de geschiedenis... Ik heb het nu de hele tijd over vrouwen die ontmaagd worden. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, zie je ook dat er vooral een nadruk ligt op de maagdelijkheid van de vrouw. Er wordt veel minder vaak gevraagd of een jongen of een man nog maagd is dan dat wordt gedaan van een vrouw. Iedereen kent misschien het cliché wel van de lakens die dan bebloed worden op de eerste nacht en dat dan de schoonmoeder moet toekijken of het wel degelijk bebloed is om te zien of de vrouw nog maagd was. Dat wordt vandaag in sommige gemeenschappen nog altijd gedaan. Maar dat is niet alleen ver weg, dat is ook bij ons heel lang zo geweest. Bijvoorbeeld in middeleeuws Vlaanderen is wel interessant. Als je als man een vrouw verkrachtte die nog maagd was, dan was zij eigenlijk niks meer waard voor de familie. Want alleen een maagd kon je uithuwelijken en kon je een bruidsgeld voor krijgen. Dus dat geld ging dan naar de vader of de broer van de vrouw. Dus de vrouw was eigenlijk bezit van de mannelijke familieleden. Dus als je een maagd verkrachtte, wat was de straf dan? Geen gevangenisstraf of niet aan een of ander marteltuig, zoals ze toen wel vaker deden. Nee, de straf was dat je die vrouw moest huwen, omdat ze toch anders waardeloos was geworden voor kandidaten die daarna kwamen. En ook vandaag worden er nog steeds hersteloperaties van maagdenvliezen gedaan. Maar daar komen we eigenlijk al bij een problematisch begrip. Ik weet niet of jullie goede seksuele voorlichting hebben gehad. Nee. Is er verteld over het maagdenvlies in de lessen seksuele voorlichting? Niks? Nee? Nou ja, dat maagdenvlies moeten we misschien even aanraken. Figuurlijk dan, excuus. Dat ding bestaat eigenlijk helemaal niet. Als je het woord zo ziet, zou je denken dat er zo in je vagina een soort vliesje zit, als zo het dekseltje van zo'n Nutella-pot. En dat je dan kan doorprikken en dat dan gaat bloeden, zoiets. Nu,
We hebben die vraag ook voorgelegd toen we ons boek schreven aan een panel van een groep mannen van tussen de 30 en de 40, die allemaal hoogopgeleid waren en al veel sekspartners hadden gehad. En zij waren ook in de war over dat maagdenvlies. Er kwamen vragen als, ja, maar hoe gaat dat dan met menstrueren? Zit er dan een klein gaatje in waardoor het bloed dan toch naar buiten kan als de vrouw nog niet ontmaagd is? Hey, kortom, er is veel verwarring over. Ook bij anatomen in 1544, Vesalius bijvoorbeeld, een heel bekende anatoom die het hele menselijke lichaam heeft blootgelegd, die had wel van dat maagdenvlies gehoord. Maar als hij dan aan het dissecteren ging, moest hij vaststellen van, er zit hier niet echt iets vliesachtigs. Dat is verdacht. Of Jane Sharp, dat is een vroedvrouw uit de 17e eeuw. Heel indrukwekkend trouwens. Die kon eigenlijk al wat de meeste gynaecologen vandaag doen. Alleen is ze dan vergeten geraakt. Maar bon, ander verhaal. Die heeft ook haar twijfels over dat hele maagdenvlies. Dat wel een soort dat in de cultuur leefde, maar zij zag dat eigenlijk nooit terug bij de vrouwen die ze dan behandelde. En dat is logisch, want ondertussen zijn we al zo ver dat we wel degelijk kunnen onderzoeken wat dat maagdenvlies is. En het is eigenlijk helemaal geen vlies, maar een anatomisch variabele structuur, zoals ze het dan noemen in de wetenschappelijke lectuur. Het is een soort ribbeltje dat ergens binnen in de vagina zit en dat bij sommige vrouwen groot en bij andere vrouwen klein en bij andere vrouwen bestaat het zelfs helemaal niet. En het is een soort overschotje van toen de foetus zich in de baarmoeder vormde. Die opening was er eerst niet en wordt dan pas later in de embryonale ontwikkeling gevormd. En dat is een soort restje van dat opengaan van die vaginale. Dus, maar ja, bij de meeste vrouwen stelt het eigenlijk helemaal niks voor en een vlies is het al helemaal nooit. Dus dat betekent eigenlijk dat de eerste keer, anders dan die clichés die we in de porno zien of in die films of in boeken die het hebben over bloeden op lakens en zo, bij de meeste vrouwen is de eerste keer zonder bloeden en kan eigenlijk ook pijnloos, want dat zie je ook vaak, dat het dan een beetje pijn doet. Nu, als het pijn doet, is het meestal gewoon omdat je niet opgewonden genoeg bent of gespannen bent en dan is de boel wat strakker en dan wordt het onaangenaam. Maar dus dat hele maagdenvlies, vergeet het, het bestaat niet. Er is hooguit een stukje weefsel dat misschien kan gaan bloeden, maar meestal eigenlijk zelfs niet hoeft te bloeden. En toch hebben we daar zo'n heel cultureel verhaal aan opgehangen. Nu, dat zegt al veel over hoe we omgaan met vrouwen en maagdelijkheid. Want voor vrouwen hebben we dan dat maagdenvlies verzonnen dat eigenlijk niet echt bestaat, maar waar wel zoveel betekenis wordt aan opgehangen. Maar bij mannen is dat toch een stuk minder. We hebben niet een soort orgaan aan de penis bedacht dat dan zou gaan bloeden bij de eerste keer of iets waaraan dat je kan controleren of een man al dan niet naar bed is gegaan met mensen. Dat is trouwens ook, die tests op maagdelijkheid zijn dus ook onzin. Je kan dat helemaal niet zien of dat al gescheurd is of niet, want je weet al niet of een vrouw dat in de eerste plaats had of niet. Dus dat is echt onzin. Het is echt schandalig dat dokters daaraan meedoen. En een hersteloperatie is ook al evenveel onzin, want je weet niet of het er ooit geweest is en wat zou er dan te herstellen zijn. Nu, maar dus, zoals ik net zei, er is toch een zekere dubbele standaard. Bij mannen lijkt die hele maagdelijkheid niet zo belangrijk te zijn. Nu, en verder kan je ook vragen stellen bij, bij de taal van maagdelijkheid verliezen. Dat klinkt zo dramatisch. Wat valt er eigenlijk te verliezen? Wat ben je dan kwijt? Je maagdenvlies ben je niet kwijt, want dat had je niet. Dat vind ik interessant dat het zo geformuleerd wordt en dat zegt ook iets over hoe we daarmee omgaan. En als het dan gaat over ontmaagding, wie denkt er dan, denken jullie dan aan penetratie of aan andere vormen van seksualiteit? Ja, goed. Ja. Dat is ook hoe het meestal gezien wordt, maar eigenlijk is dat raar, want wat doe je dan met twee vrouwen? Bijvoorbeeld mensen die op vrouwen vallen, zijn die dan altijd eeuwig immer maagd omdat ze nooit door een penis gepenetreerd worden? Of twee mannen die geen vagina hebben en die seks met elkaar hebben, blijf je dan ook altijd maagd? Dus alsof het begrip ontmaagden alleen zou gelden voor hetero's. Dus als je erbij stilstaat, eigenlijk een beetje eigenaardig.
En als je dan kijkt naar de medische wetenschap, is het begrip al helemaal onzinnig. Er is geen medische definitie van maagdelijkheid, want er is geen standaard maagdenverlies dat voor iedereen hetzelfde zou zijn. En mannen hebben het ook al niet. Je kan alleen maar praten over of iemand al dan niet seksueel actief is, maar dat betekent ook niet per se dat die persoon dan penis- en vaginaseks heeft. Dat kunnen allerlei vormen van seksualiteit zijn. Of over in de reproductieve fase komen wanneer een persoon vruchtbaar wordt. Maar maagdelijkheid, daar zijn ze in de medische wereld eigenlijk helemaal niks mee. Dus ja, kortom, het is eigenlijk, als je het zo dissecteert, een beetje een onzinnig begrip, dat hele maagdelijkheid verliezen. Het sluit een heleboel mensen uit die nooit op die manier penetratieve seks gaan hebben. Het verwijst naar een maagdenverlies dat niet bestaat. Het hangt vol met dubbele standaarden, waarbij het voor meisjes erger wordt gevonden dan voor jongens. Dus ja, waarom gebruiken we het woord dan eigenlijk nog? Vroegen wij ons af. En zou het minder zwaar beladen zijn als die term maagdelijkheid verliezen niet zou bestaan? Want nu, ja, iedereen herinnert zich dat wel, dat is een zwaar, gewichtig moment. Maar waarom begint je seksualiteit niet als je ook andere dingen doet? Bijvoorbeeld, waarom is een kus geen soort seksueel debuut of andere aanrakingen of ander lichamelijk contact? Dus ja, dat is iets waar je zelf moet over nadenken natuurlijk, hoe je dat voor jezelf wil interpreteren. Maar ik vind het wel interessant om bloot te leggen dat dat begrip helemaal niet neutraal is en dat daar heel veel onzin en culturele bagage rond hangt. En ik vraag mij af of het misschien ook een andere beleving zou zijn van die eerste keer, wat dan ook dan, de eerste keer wat je dan ook wil doen, als die culturele bagage daar niet zou rondhangen. Ik weet niet of ik eigenlijk al in interactie mag gaan met het publiek, maar is er iemand die vragen of bedenkingen heeft? Anders doe ik het per onderwerp, anders komt het zo allemaal achter. Nee, niemand? Of denkt iemand van, ja, wat een onzin, maagdelijkheid verliezen is toch gewoon de eerste keer dat er een lul wordt ingeramd. Ah nee, daar zie ik een... Ja, precies. Dat is ook die focus op penetratie. Ja. Ja. Ja, maar dat zie je heel vaak terug. Dat is zo enorm hypocriet. Op VRT.nu is er nu die documentaire reeks over Bill Clinton en die Lewinsky-affaire trouwens. Dat is interessant om te zien. Ja. En nou ja, het heeft ook wel zijn voordelen gehad, die focus op penetratie als enige echte seks, maar eigenlijk alleen maar voor lesbische vrouwen in de middeleeuwen. Want mannen die op mannen vielen in de middeleeuwen en die seks met elkaar hadden, die werden meestal bestraft. Of daar liep het toch niet zo goed mee af als ze betrapt werden. En vrouwen die het, want daar was penetratie bij, en vrouwen die het met elkaar deden, passeerden meestal onder de radar, omdat de wetgevers toch niet geloofden dat die werkelijk seks met elkaar hadden, want zo'n beetje tegen elkaar wrijven, dat is dan geen echte seksualiteit. Maar dan merk je nog altijd wel dat dat vaak zo gezien wordt. Oké. Okay. Volgende cliché. Oh, die PowerPoint. Volgende cliché heb ik geleend van Lady Gaga, Born This Way. Dat is een lied dat niet toevallig heel graag wordt meegezongen door de LGBTQI+-beweging. Om te zeggen van hier zijn wij, onze geaardheid is geen keuze, accepteer ons zoals we zijn. Het is op zich een argument, we zijn zo geboren, accepteer ons. Dat in de geschiedenis van de homobeweging heel belangrijk is geweest, want nou ja, in heel veel landen hebben homo's helemaal geen rechten. Nog altijd, en tot in de jaren 70 was het in heel veel landen in het Westen ook nog altijd strafbaar om homoseksuele daden te stellen. Dus het was wel nodig dat die op straat kwamen en hun rechten opeisten. En die hebben het er dan voor gekozen om met dat argument naar buiten te komen. Van accepteer ons zoals we zijn, want we zijn zo geboren en we kunnen er niks aan doen. Dus dat is op zich heel belangrijk en nuttig geweest. Maar er schuurt ook iets in die argumentatie, want bij Born This Way denk je dan dat iemand gewoon gevormd als homo of hetero uit de baarmoeder komt en dat er verder
niks meer aan te veranderen valt. Terwijl ja, er wordt wel wat onderzoek gedaan naar een eventueel gen dat wijst op homoseksualiteit en hoe dat, dat dan evolutionair te verklaren zou zijn. Maar ja, die verklaringen, er zijn er wel een paar en er zijn wel onderzoeken, maar er is eigenlijk niks dat sluitend is en alles verklaart. En zoveel weten ze er helemaal nog niet over. En het nadeel van die hele nadruk op we zijn zo geboren, is ook dat alle tussenvormen een beetje ondergesneeuwd zijn in de homobeweging. Dus mensen die niet alleen op mannen of op vrouwen vielen, maar die biseksueel waren, zijn een beetje ondergesneeuwd geraakt. Zelfs binnen de LGBTQI-beweging wordt er nog altijd een beetje schamper gedaan over biseksuelen. We worden beschouwd als mensen die van twee walletjes eten. Zelf wel eens voorgehad toen ik met een vrouw was en daarna met een man, dat hij mij dan verweet van ja, je kiest nu, je hebt mij gewoon gebruikt en nu kies je voor de maatschappelijk makkelijker optie door met een man te zijn. Jij hebt het makkelijk, want jij kan ook gewoon voor de normale weg kiezen. Dat soort verwijten zijn er vaak. En bijna 60% van de mensen die zowel op mannen als op vrouwen vallen, houdt hun geaardheid dan ook geheim op het werk. Nou ja, maar dat is dan hoe dat mensen zich identificeren. Maar als je kijkt naar gedrag, zie je wel iets interessants. Want een sekspert heeft in 2014 een heleboel Vlamingen ondervraagd. En 3,3% noemt zich holibi van de bevolking. Dat komt overeen met internationale onderzoeken. Dat is zo wat normale percentage. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen dan seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht, dan kom je ineens al op 8,9%. Maar die identificeren zich als hetero. Dus daar zit ook iets, daar zit ook een soort onevenwicht in dat waarschijnlijk meegegroeid is door het idee dat je een keuze moet maken, ofwel bij het een ofwel bij het ander. Ik kan je ook de vraag stellen of seks iets is dat je doet of iets is dat je identiteit mee bepaalt. En hier tegenwoordig nu in de westerse wereld is je geaardheid vaak een identiteit geworden. Er zijn homobars en nog altijd wel te weinig in de mainstream, maar er zijn homobars, er zijn films waar mensen met mannen die op mannen en vrouwen die op vrouwen vallen worden opgevoerd. Er is bepaalde muziek, er is de gay pride, er is zoiets als RuPaul's Drag Race, wat ook een groot... Ik weet niet, kent iemand dat? Ja. Nou ja, dat is ook de homobeweging eigent zich dat enorm toe. Dat is dan deel... Allee, er zijn allerlei dingen waar je kan aan vasthaken. Maar elders is je seksualiteit niet van ik noem mezelf hetero of ik noem mezelf homo, maar iets dat je doet. In Suriname bijvoorbeeld zijn er veel getrouwde vrouwen die er eigenlijk nog een... getrouwd met een man dus, want met een vrouw mag je daar nog niet trouwen, die er eigenlijk vrouwelijke partners op nahouden en die vinden dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Die denken daar niet over na of wat een geaardheid of een identiteit dan zo is. Dat is gewoon van dit is hier mijn echtgenoot en dit zijn mijn vrouwelijke partners en voert. En ook bij ons, in de middeleeuwen bijvoorbeeld, was sodomie, dat is dan anale penetratie, dat mag niet van de Bijbel, dat was toen strafbaar. Maar dat werd niet beschouwd als iemand dan werd betrapt op sodomie, werd hij daar dan wel voor gestraft. Maar die werd dan niet gezien als homo, want dat woord bestond nog niet eens. Dat was gewoon iemand die door de duivel was verleid om een misstap te begaan. Want homo en heteroseksualiteit, die woorden bestaan pas sinds de 19e eeuw, toen de medische wetenschap en de psychiatrie mensen in vakjes begonnen onder te delen. En nou ja... homoseksualiteit was toen een heel negatief vakje waar je liever niet in terecht kon, maar het werd wel, toen werd het wel een categorie en daarvoor bestond het helemaal niet. Maar om terug te keren op seks als daad eerder dan als identiteit. Lisa Diamond is een psychologe die heel lang de seksualiteit van vrouwen heeft onderzocht. En die merkt op dat heel vaak gebeurt dat vrouwen na een hele lange relatie met een man en zichzelf altijd hetero genoemd te hebben, plots toch een relatie met een vrouw krijgen en dan weer een relatie met een man en dan weer een relatie met een vrouw, dat het allemaal ook niet zo helder is voor hen. En dat de aantrekkingskracht tot een persoon echt heel erg afhankelijk is van de situatie waarin dat je bevindt. Ze merkt ook bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60 in Amerika dat veel vrouwen in armere milieus
een relatie met elkaar kregen, ook om economische redenen. Die hadden dan wel seks met elkaar, maar die vonden het ook handig om samen te wonen en de kosten van water en elektriciteit te delen. Of hoe soms de omstandigheden je seksualiteit toch op zijn minst mee bepalen. En dat gaat alleen over vrouwen, maar de laatste tijd is ze ook begonnen met een onderzoek naar mannen. En die zouden ook veel fluider blijken dan we eerder gedacht hebben. Dus ja, iedereen in de juiste omstandigheden, is niet iedereen, maar is een groot percentage van de bevolking toch wel makkelijk naar, naar hetzelfde geslacht. Ja, ik weet niet hoe ik dit op een keurige manier moet zeggen, maar zijn veel mensen wel geneigd om eens te wisselen van seksuele voorkeur. Maar Diamond vermoedt ook hoe meer maatschappelijk stigma daar rond is, rond homoseksualiteit, maar ook rond biseksualiteit, hoe minder mensen geneigd zijn om dat eens uit te gaan proberen. Als je bijvoorbeeld opgroeit met het idee dat biseksuele mensen twijfelaars zijn, die niet kunnen kiezen en die van twee walletjes eten, ga je misschien niet zo snel, als je een vrouw aantrekkelijk vindt, daar eens iets mee uitproberen, omdat je geen zin hebt om dat dan te moeten uitleggen aan je omgeving. Dus dan zie je dat een cliché wel degelijk gedrag beïnvloedt. Oh ja, dat was het tweede cliché al. Ik ben altijd een beetje in de war door de PowerPoint. Meestal doe ik het uit mijn hoofd. Zijn mensen die hier vragen of bedenkingen over hebben? Ja, daar achteraan. Dat blauw ding? Oh ja. Ja, dus u zegt, dat is eigenlijk een cliché dat, of mensen die gaan er dan vanuit van I'm born this way, ik ben gewoon zo. Maar u zegt dat dat dan heel veel implicaties heeft. Maar ik snap het dan niet zo goed. Die mensen zijn dan toch nog steeds van ik ben gewoon zo, ik ben altijd al zo geweest. Of hoe ziet u dat dan? Ja, maar daar is op zich ook niks mis mee. En dat zal voor heel veel mensen ook wel zo zijn dat ze, ja, ik zeg het over het biologische, is nog niet zoveel geweten, maar dat kan prima zijn dat heel veel mensen effectief geen andere keuze hebben dan op hetzelfde geslacht te vallen. En, maar het probleem is alleen door dat als argument te gebruiken als homobeweging om aanvaard te worden, dat de meer fluïde mensen er een beetje van tussenuit vallen. Want dan lijkt het alsof het een keuze zou kunnen zijn. En daar hebben we meer moeite mee dan zeggen van we zijn zo geboren. Oké, maar het blijft dan toch, de mensen die meer fluïdeheid hebben in hun seksualiteit, mm-hmm. zijn toch nog steeds op die manier geboren. Oh ja, als je het zo bekijkt. Geboren, ja. Maar ze zijn gewoon nog niet, ze zijn er niet super van bewust of ze willen het niet toegeven, maar dan is dat toch, maar dan dat is de keuze toch het niet toegeven en niet van op wie dat gevalt. Maar dat is net een moeilijke vraag, denk ik, waar de wetenschap nog geen antwoord op geeft van ben je dan zo geboren of zijn er ook omgevingsfactoren die je beïnvloeden om biseksueel te... Dat is helemaal niet duidelijk. Dat is altijd een samenspel van heel veel dingen. Ja. Dus dat weten we eigenlijk niet zo goed. Maar als iemand het zo aanvoelt dat hij zo geboren is, vind ik het prima dat die persoon dat zegt. Het is meer gewoon dat er een soort maatschappelijk stigma is rond seksualiteit die ook een keuze kan zijn. Oké. Okay. Wacht even. Het is toch ook een paradigma om ervan uit te gaan dat seksualiteit moet gedefinieerd worden aan de hand van een geslacht waarop je zou vallen. Waarom niet bijvoorbeeld, ik heb veel zin of ik heb weinig zin? Of... Ja, nee, tuurlijk, dat is ook al iets. Maar dat komt door die 19e-eeuwse categorisering waar we nog altijd mee zitten. Hè, van homo, hetero, later dan biseksualiteit is er ook bijgekomen als een categorie. Maar alles dat... Ja, en dan is dat onze identiteit. Ja, tegenwoordig hebben ze wel asexualiteit in de LGBTQIA+ gezet, maar ja, het blijft... Ja, mijn moeite met dat begrip is dat weer allemaal categorieën zijn. Maar ja, je zou seksualiteit inderdaad op een andere manier kunnen definiëren, maar begin er maar aan om te zeggen van we gaan ons niet meer als homo of hetero identificeren, maar als hyperseksueel of laagseksueel of soms inseksueel. Of... Ik zou het wel interessant vinden, maar ik denk dat dat een moeilijke ingang gaat vinden. Ah, daar heeft nog iemand. Ja, iemand heeft me ooit gezegd, en ik weet niet of dat waar is, maar dat de LGBTQ, dat is vroeger stond voor lesbian, gay, bi, transgender, queer, dat veranderd is naar LGBTQ
plus en dat de Q is veranderd van queer naar questioning en dat plus dan alles is waar je onder kan vallen. Ja, ja. Zoals, alsof je inderdaad, je moet ergens zoeken waaronder je zit. Mm-hmm. Dus, ja. Ja, dus zelfs binnen die beweging, allee, queer is eigenlijk een soort paraplu-term voor alles wat van de norm afwijkt, maar zelfs dan nog worden er weer allemaal nieuwe categorieën gemaakt. En kan ze ook op een duur allemaal niet meer bijhouden. Maar ja, sorry, dat is iemand. Ja, inderdaad, als je als individu geen zin hebt om je die vraag te stellen, waarom zou je dat moeten doen? Waarom zou dat een vaststaand deel van je identiteit moeten zijn? Als jij zin hebt om te denken van, ik weet niet wat ik dan precies ben of waar ik op val, maar het kan mij eigenlijk ook niet zoveel schelen, dan zou dat ook een optie kunnen zijn. Ja, ik heb ooit eens gelezen, maar ik weet niet meer waar, dat er meer homoseksualiteit zou zijn, omdat de hormonale regeling van de mens vandaag verandert. Bijvoorbeeld omdat vrouwen veel meer de pil nemen dan vroeger en zo. En dat een impact zou hebben. Maar ik weet dus niet wat ik ervan moet vinden. Dus misschien dat u daar een antwoord op heeft. Ja, dat is zo één van die onderzoeken. Maar iets als homoseksualiteit of een geaardheid is zo complex dat het moeilijk is om een volledig beeld te krijgen van wat dat allemaal beïnvloedt. Er zijn ook theorieën dat dat er zoveel zijn omdat lang zo onderdrukt is geweest, zodat ze zich toch hebben voortgeplant altijd doorheen de evolutie, waardoor er nu nog wel altijd veel mensen zijn die dat gen dan in zich dragen. Alleen hebben ze dat gen nog helemaal niet gevonden en die omgevingsfactoren bestuderen ze dan ook, maar ja, dat zijn allemaal wel interessante onderzoeken op zich, maar ik denk dat je vooral moet onthouden dat die altijd wel... Ja, dat is een hypothese en een interessante denkpiste, maar ze gaan nooit als enige ding de verklaring zijn voor zoiets complex als een geaardheid. Of waarom dat er mensen met een andere geaardheid bestaan überhaupt. Dus ja, die dingen zijn interessant om te lezen, maar ze zijn nooit als op zichzelf staat nooit genoeg als om een verklaring te geven. Ik had een vraag in verband met tweelingen. In welke mate is het onderzoeken dan naar tweelingen, één eigen of twee eigen tweelingen, om dan eventueel iets af te leiden uit de omgevingsfactoren die belangrijk zijn, al dan niet het van nature uit zijn dat men holy bee is? Ja, er zijn er wel, maar alweer, dat ze, ik ken ze nu niet van buiten, maar dat is alweer zoiets dat dan een kleine indicatie kan geven van dat omgevingsfactoren soms belangrijk kunnen zijn, want er zijn inderdaad tweelingen waarvan dat de ene het dan wel is en de andere niet. Maar ja, die zijn ook klein, want hoeveel tweelingen ga je vinden waarbij dat geval is? En een interessante denkpiste, maar nooit als verklaring genoeg voor het... En ik denk ook dat je er ook niet mag op vastpinnen van en nu gaan we het weten en dan is het helder. Want de wetenschap gaat ook altijd verder en er komen altijd nieuwe onderzoeken bij. En helemaal, we gaan misschien meer helderheid hebben, maar toch nooit volledige helderheid. En ik denk dat het ook prettiger is om je gedrag daar niet door te laten sturen. Geen vragen meer? Oké. Kunnen jullie het nog aan trouwens? Want ik ben hier zelf aan het sterven van de hitte, maar dat is misschien door dat licht of door mijn hormonen, dat kan ook. Laatste cliché, dat is een hele hardnekkige, vind ik. Ja, het gaat nu wel alleen over, of vooral over gedrag binnen heteroseksuele relaties, maar dit is wel, als je dat dan bestudeert, een heel hardnekkig cliché. Mannen willen neuken en vrouwen willen liever liefde en genegenheid. Kennen jullie die? Ja, toch, neem ik aan. Ja. Nu, als je kijkt naar menselijk gedrag, zou je soms wel kunnen denken dat dat effectief waar is. Dat het effectief waar is dat mannen er sneller op en erover willen en dat vrouwen meer behoefte hebben aan een emotionele band. Er wordt vaak een bekend onderzoek geciteerd uit 1989. De onderzoekers zijn toen op een universiteitscampus gaan rondlopen en hebben aan de studenten daar voorgesteld van deze aantrekkelijke onbekende vraagt je om... naar bed te gaan met hem of haar, zeg je ja of nee. En 70% van de mannen zou ingaan op dat voorstel. Die zagen dat meteen helemaal zitten. Die wilden gewoon met die aantrekkelijke onbekende in bed duiken. En 10% van de vrouwen zei ja.
Dus dachten die onderzoekers, oké, klopt, mannen willen graag vrijblijvende seks, maar vrouwen hebben daar niet zoveel behoefte aan. En dat onderzoek circuleert nog altijd en soortgelijke ook om te bewijzen dat dat cliché waar is. Nu, een paar jaar geleden heeft Terry Conley dat onderzoek nog eens opnieuw gedaan. Maar die heeft niet alleen gevraagd aan die studenten op die campus van zou je meegaan met deze aantrekkelijke onbekende ja dan nee, maar waarom zou je dat eigenlijk wel of niet doen? En wat bleek, vrouwen zeiden inderdaad meer nee, maar ze deden dat vooral omdat ze ten eerste bang waren dat ze misschien aangerand zouden worden of een soort fysiek overwicht van die man dan, die angst. En ze waren ook bang dat het dan achteraf zou uitkomen en dat ze sletterig gevonden zouden worden omdat ze zo snel met iemand meegingen. En, dat vond ik ook een goeie, ze waren ook bang dat de eerste keer met een man die ze niet kennen toch niet zo goed zou zijn, dus dat het de moeite eigenlijk niet waard was. Dus dan niet is het maar aan zich voorbij gaan. Dus kwam erop neer dat, niet alleen, dat die vrouwen op zich wel zin hadden in seks, maar dan niet onder die omstandigheden. En ook niet omdat dat stigma eraan hangt van dan een slet gevonden te worden omdat je makkelijk met een man mee naar bed gaat. En mannen schenen daar allemaal geen last van te hebben. Grappig ook, biseksuele vrouwen. Ze hebben ook dat onderzoek gedaan bij biseksuele vrouwen. En die gingen aanzienlijk vaker met een onbekende vrouw wel mee naar bed en niet met een onbekende man. Omdat ze dachten dat de seks met een onbekende vrouw dan toch beter zou zijn, vermoedelijk ook omdat ze minder last hadden van die bedreiging eventueel. Nu, dat onderzoek van Terry Conley leert ons vooral dat er nogal veel dubbele standaarden zijn. We doen graag alsof we bevrijd zijn en ruimdenkend allemaal. Maar als je bij de meeste mensen gaat rondvragen, is die ruimdenkendheid toch maar een dun laagje vernis op oude vooroordelen. Want zelfs als je bij jongeren rondvraagt, daar zijn Nederlandse en Vlaamse onderzoeken ook over, dan zeggen ze eigenlijk wel dat mannen en vrouwen evenveel bedpartners mogen hebben of met zoveel mensen naar bed mogen als ze zelf willen. Maar als je dan wat dieper gaat rondvragen, dan vinden ze toch ja, maar voor meisjes is dat toch anders. Die willen toch graag een emotionele band. En ja, het is toch ook niet zo goed voor hun reputatie om dat te doen. Terwijl diezelfde problemen of tegenwerpingen bij mannen eigenlijk niet vermeld worden. Ik weet niet of dat bij jullie zo is. Ik heb wel vaker lesgegeven aan middelbare scholen en ik zie dat toch wel in kleinere klasgroepen vaak nog terug. Dan komen we weer bij de biologische verklaring. In het gedrag zie je dat dus effectief, dat de mannen happiger zijn op losse seks dan vrouwen, of toch beweren happiger te zijn op losse seks dan vrouwen. En dan zijn er natuurlijk mensen die daar biologische verklaringen voor gaan verzinnen, want dat moet toch wel de verklaring van ons gedrag zijn. Nu, een boek dat toen ik jonger was heel populair was, Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Het is een heel slecht boek, dat is iemand die de wetenschap totaal verkracht om allerlei clichés de wereld in te gooien, maar dat is een goed voorbeeld. Die gebruikt dus de biologie om te zeggen, ja, maar dat is normaal dat mannen meer seks willen, want mannen willen een zaad verspreiden en vrouwen, die zijn zaad is veel makkelijker te verspreiden dan eicellen, want als je als vrouw zwanger bent, is dat lastig en dan heb je geld en eten nodig en dan heb je daar een man voor nodig. Dus vrouwen willen een emotionele band, omdat ze dan de goede zorg voor hun kind kunnen zekerstellen. En dat is altijd al zo geweest, zeggen die pseudobiologische types. Dat is altijd al zo geweest en dat zie je ook in de natuur terug. Lange tijd zagen biologen ook vooral dat patroon bij zoogdieren terug. Het is bij onderzoek van apen bijvoorbeeld werd heel lang aangenomen dat vrouwelijke aapjes seksueel een beetje schuchter waren, dat de mannetjes dominant waren en dat de vrouwen niet veel seksuele strategieën hadden. Het was wachten tot er een vrouw zich op de apen ging toeleggen. Sarah Blaffer Hardy ging in de jaren 80 als een van de eerste vrouwelijke primatologen seksueel gedrag van apen bestuderen in de Brussel. En die zag heel andere dingen dan haar mannelijke collega's. Waarschijnlijk omdat ze niet de clichébeelden van de seksueel schuchtere vrouw op die apen projecteerde, maar er gewoon grondiger naar keek. En die stelde vast dat de langoeren, chimpansees en bonobo's, al die vrouwtjes zijn eigenlijk behoorlijk promiscu. Die zijn seksueel vaak agressief.
die gaan vaak als seksuele strategie met verschillende mannetjes naar bed, zodat ze niet meer weten wie dat de vader is, zodat alle mannetjes helpen bij de opvoeding van het kind, of het toch tenminste niet doodmaken. Ja, om maar te zeggen, die vrouwtjes hadden behoorlijk veel seks en waren ook niet te verlegen om er naar te vragen. Of ja, bij apen, ik weet niet hoe het dan precies gaat, om erop te gaan zitten of zo, of om een kont aan te bieden. Dus Sarah Blaffer Hardy kwam tot de conclusie, ze is dan ook andere diersoorten gaan bestuderen, heeft er ook een paar boeken over geschreven en die stelt vast van ja, die vrouwelijke seksualiteit in de biologie of bij de mens en bij de andere zoogdieren is helemaal niet zo zwak, maar bij de mens wordt die al millennia actief onderdrukt in een patriarchaal systeem waarbij de man de kostwinner is en de vrouw weinig rechten heeft, is het belangrijk dat die man zijn akker beploegt en geld verdient voor zijn eigen kinderen en niet voor de kinderen van een andere man. Dus is het belangrijk dat de seksualiteit van die vrouw gecontroleerd wordt. Maar dat kan niet makkelijk geweest zijn, zegt Hardy, want als je kijkt naar de culturele middelen die daarvoor zijn ingezet, ja, dat gaat echt ver. In China bijvoorbeeld, toen ze aan voet binden, zodat een vrouw niet naar haar minnaars kan lopen. Er zijn allerlei wetten die vrouwen verbieden het huis uit te komen in allerlei oude culturen en niet eens zo oud en ver. Dus ze hebben al heel lang heel veel moeite om die seksualiteit onder controle te houden. Nou ja, als je dan kijkt naar de cultuur, zie je dat eigenlijk ook terug. Want het beeld van de passieve vrouw die niet zo vaak zin heeft in seks, dat is eigenlijk niet altijd zo geweest. Als je bijvoorbeeld kijkt bij Aristoteles, Griekse denker die nog tot ver na de middeleeuwen ook hier in het Westen invloed heeft gehad, die vond vrouwen een soort mislukte mannen. De baarmoeder zag hij als een naar binnen gekeerde penis. Heel totaal vrouwonvriendelijk wat hij daarover schrijft. Maar een soort onvolmaakt mannelijk geslachtsorgaan dat de hele tijd kalm gehouden moet worden, dat de hele tijd een drang naar seks opwekt. En dus kan er maar beter zoveel mogelijk zaad of zwangerschappen insteken, zodat die vrouw zich een beetje kalm houdt. Dat is een heel naar vrouwbeeld, maar het is toch iets anders dan de brave, kalme vrouw die nooit zin in seks heeft, waar we nu een beetje last van hebben. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de Bijbel, het verhaal van Eva, het kost niet zoveel moeite om in die slang een soort fallussymbool te zien en het is ook de vrouw die valt voor de verleiding of de heksenvervolgingen, die waren niet in de middeleeuwen, maar in de vroegmoderne tijd, maar dat waren ook vaak vrouwen die wat meer vrijgevochten of seksueel actief waren, dus, en ze waren ook heel bang dat die die werden vaak beschreven, die heksen, als op seks beluste oude vrouwen die dan alle mannen in het dorp zouden corrumperen. Dus heel lang leefde wel het beeld van de vrouw als een soort ontembaar, woest seksueel wezen dat gevaarlijk is en wat beter opgesloten kan worden. En de historicus Thomas Lacœur ziet pas in de 18e eeuw eigenlijk een soort omslag in het denken gebeuren, waarbij men vrouwen dan ging zien als, in plaats van zo woeste, ontembare seksuele wezens, als brave huismoedertjes die thuis horen in de privésfeer en niet zo geïnteresseerd zijn in seks en eigenlijk gewoon graag bezig zijn met hun kindjes en het huishouden. Dus dat is eigenlijk vrij recent. Voorbeeld daarvan is zo het cliché van in de Victoriaanse tijd, The Angel in the House, heel veel gedichtjes en tekstjes en plaatjes over zo'n heel lieflijke, moederlijke vrouw die alleen maar bezig is met haar kinderen en heel rein en puur is. Uit die Victoriaanse tijd komt ook het slaapkleed met het gat erin. Dat was een soort soepjurk, waar een gat die een vrouw dan moest aandoen als ze seks zouden hebben. En er zat een gat in, ter hoogte van waar de penis dan moest ingebracht worden. Zodat er toch maar niet te veel met seksualiteit moest bezig geweest zijn, want daar vond de vrouw niks aan. Moest ik op die manier seks moeten hebben, zou ik er waarschijnlijk ook niet zo heel veel aan vinden. Biologisch is het niet per se zo dat de vrouwelijke seksualiteit van nature heel zwak is. En als je naar de cultuur kijkt, zie je dat we van het ene cliché van de vrouw als een soort oversext wezen naar het andere cliché van de vrouw als een fragiel emotioneel wezen dat alleen maar tederheid wil gegaan zijn. Maar als je kijkt naar de seksuologie, dan krijgen we meer zicht op hoe het eigenlijk echt in elkaar zit. En de laatste decennia zijn seksuologen toch wel bezig met een inhaalbeweging, want heel lang is de vrouwelijke seksualiteit niet onderzocht geweest. Vonden ze niet interessant, maar daar zijn ze nu gelukkig toch iets aan het doen. En er is echt best wel veel onderzoek naar de vrouwelijke seksualiteit en blijkt dat die heel complex is, heel groot kan zijn. Ze kan
Ze is relationeel vaak, maar ook soms gewoon pure geilheid door naar plaatjes te kijken. Dus het cliché dat alleen mannen opgewonden worden van porno klopt ook niet. En ze wordt beïnvloed door maatschappelijke normen en clichés en stigma's, zoals ik eerder al zei. Die slutshaming zorgt er ook wel voor dat vrouwen minder snel geneigd gaan zijn om seks te hebben. En van het algemeen psychologisch welzijn. Maar dus dat clichébeeld van de vrouw die niet echt wil en alleen maar op zoek is naar genegenheid, zijn we langzaam een beetje aan het doorbreken. Maar we zitten wel nog altijd met het beeld van de man als een bronstige stier die altijd wil beuken en die alleen maar zijn lul achterna kan hollen. En mannelijke seksualiteit is eigenlijk behoorlijk weinig onderzocht, gek genoeg. Er is een seksuologe, Sarah Hunter Murray, die vaststelde van ja, maar eigenlijk weten we daar helemaal niet zoveel over. Seksuologen gaan er al zo lang van uit dat de man wel vaak paraat zal staan en als hij erectiestoornissen heeft, zal het wel iets mechanisch zijn dat niet werkt of een psychologisch probleem, maar op zich, mannelijke seksualiteit, dat is simpel. Nu, dat blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Ook niet dat ze altijd paraat staan, maar wel dat ze ook lijden onder het clichébeeld van de man als een bronstige stier die altijd wil. In enquêtes bijvoorbeeld zeggen mannen altijd dat ze meer masturberen dan vrouwen als je ze met elkaar vergelijkt. Maar als je ze dan aan een leugendetector legt, blijkt dat eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dus ze willen graag zeggen aan de buitenwereld dat ze heel seksueel en hitsig zijn. Maar in de realiteit is dat toch een stuk minder. Dus hun gedrag wordt meegestuurd door het cliché van de hyperseksuele man die altijd paraat staat. En die seksuoloog is een interessant boek trouwens. Er zijn veel gesprekken uit haar praktijk. En blijkt dat heel veel mannen zelfs gewoon zichzelf forceren om seks te hebben met een vrouw terwijl ze geen zin hebben omdat ze bang zijn dat ze anders zelfs niet meer mannelijk gezien zullen worden. Terwijl zij, net als vrouwen in een lange relatie, ook heel vaak gewoon moe zijn of financiële zorgen hebben of het te druk hebben of gewoon geen zin hebben. Maar dat durven ze dan niet toe te geven om niet van dat voetstuk als bronstige man te vallen. Er wordt naar mij, ik ben bijna klaar hoor, geen zorg. En ze vond ook dat de meeste mannen die zij behandelt toch aangeven dat ze tijdens seks een diepe connectie met de andere persoon toch heel belangrijk vinden. Dat is grappig, want dat is wat er altijd wordt gezegd over wat vrouwen van seks verlangen. Dus eigenlijk zijn die twee helemaal niet zo verschillend. En ze vinden het ook heel vervelend, en dat is misschien iets waar vrouwen iets aan kunnen doen, dat zij altijd degene zijn van wie verwacht wordt dat zij de seks initiëren. Dat de vrouw nooit de eerste stap gaat nemen, ook in het flirten en zo, dat er toch nog altijd wordt verwacht dat de man de jager is en de vrouw de prooi. De mannen vinden dat eigenlijk helemaal niet leuk, ze vinden dat behoorlijk vermoeiend. Ze zouden graag ook eens bejaagd worden. De vrienden van mij zeggen dat ook, van ja, als ik op Tinder zit of zo vervelend dat ik altijd dat gesprek moet beginnen, waarom beginnen die vrouwen niet eens met mij te praten? Dus tip voor de vrouwen, probeer het eens uit, wie weet wat er van komt. Dus dat toont eigenlijk aan dat zowel mannen als vrouwen in een heteroseksuele relatie allebei een beetje vastzitten in die clichés. Er wordt weinig over gecommuniceerd en ze hebben allemaal last van een beeld dat naar de buitenwereld opgehangen moet worden. En nou ja, ze zijn ook meegestuurd door stigma's over wat dat vrouwelijke seksualiteit moet zijn en wat dat mannelijke seksualiteit moet zijn. En die dingen komen allemaal goede seks niet ten goede. Nu heb ik te vaak ten goede gezegd, maar bom. Dus om betere seks te hebben, gewoon laat de clichés achter je en vergeet wat er van u verwacht wordt, omdat je nu toevallig met een penis of niet geboren bent. En ja, laat het gewoon los. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Goed, ik moet stoppen, denk ik. Als er nog vragen zijn... daar nog. Ja, er staat toch een zinnetje op de slide die ik precies te belangrijk vind om onbenoemd te laten. Hashtag MeToo helpt niet. Wat bedoelt u daar dan precies mee? Ja, dat heb je dan met PowerPoints. of ja, dat heb ik dan met mijn eerste PowerPoint. Dan maak ik dat, weet ik niet meer wat ik erop zet. Dat is oké. Dat natuurlijk is het belangrijk dat seksueel misbruik wordt aangekaart.
Maar het manbeeld dat naar buiten komt uit al die berichtgevingen over Harvey Weinstein en al die andere roofdierachtige types die walgelijke dingen hebben gedaan, is toch ook wel nog altijd dat manbeeld van de man als bronstige jager die altijd paraat staat en desnoods over andermans grenzen gaat om zijn zin te krijgen. Dus dan gaat het eens over mannelijke seksualiteit in de publieke sfeer of in de media, maar dan is het weer een soort overdreven clichébeeld van de man die als agressor en als erg seksueel of erg op seks belust. Maar het is natuurlijk dubbel, want het is ook belangrijk dat er wel over gesproken wordt, maar er is niks anders. Ja, het gaat dan ook juist over een moment waarop dat er mensen over een grens gegaan zijn. Nee, dus tuurlijk. Dus het is belangrijk dat dat wordt aangekaart. Het probleem is meer dat het niet gaat over hoe voor veel andere mannen seksualiteit ook iets complex is en dat zij ook last hebben van het beeld altijd te moeten presteren en hoe dat het voor hen echt in elkaar zit. Daar lees je heel weinig over en dat is meer het probleem. Oké, dankjewel. Nog iemand, een man of zo, die iets wil zeggen? Dat valt toch altijd een beetje tegen, hè? Die zijn altijd zo zwijgzaam. Als je beter seks wil, ga je toch meer over je seksualiteit moeten praten. Op een eerlijke manier. Maar het zal niet voor vandaag zijn, merk ik. Toch. In welke mate is seksualiteitsbeleving cultureel bepaald? Ja, maar dat is een moeilijke vraag. Ja. ik kan daar geen procent op plakken. Het is wel duidelijk dat er zijn veel culturele verschillen in seksualiteitsbeleving. Dus er is een zekere mate van cultuur die meespeelt. Maar nogmaals, om dan precies te gaan meten wat dat biologie is en wat dat cultuur is. Ik wilde dat het eenvoudig was, maar het is niet eenvoudig. U had geen cijfers gegeven over de biseksualiteit. U zei wel 3% homoseksueel, maar biseksueel had u geen cijfer gegeven. Ah, maar dat zit daarbij, hè. Dat zit mensen die zich als holy bee identificeerden, stond